deden. Er was lang niet handig over de evacuatie. De tientallen mensen mochten niet verstaan. Ik heb een opdracht van God gehad om een proclamatie op het plein te houden. Dit zegt Andra Grims, lid van de Logos International Gemeente. In verband met de proclamatie is er een groot houten kruis op het Onafhankelijkheidsplein geplaatst. Terwijl het kruis in de grond werd geplaatst, werden er aanbiddingsliederen gezongen. Dit is ook een manier van God aanbidden, zegt Grims. Zij vertelt waarom het kruis op het Onafhankelijkheidsplein wordt geplaatst. En het is een specifieke opdracht welke ik gehad heb van God. Om op het plein een proclamatie te houden waarbij God duidelijk gezegd heeft dat we niet meer binnen de kerkmuren, maar naar buiten moeten komen om te proclameren die kracht van het kruis. Dat wat Christus heeft gedaan voor ons aan het kruis. Heel vaak denken mensen dat Christus aan het kruis is gegaan voor een groep mensen, maar dat klopt niet. Christus is voor die totale mensheid aan het kruis gegaan. En God heeft dus duidelijk die opdracht gegeven dat deze proclamatie moet komen en in die opdracht was verwerkt om het kruis te plaatsen. Op het plein. Ik wist het niet, maar ik heb dus begrepen van oudere christenen dat dit voor het eerst in Suriname gebeurt. Dat er een kruis komt te staan zo in het openbaar in Suriname. Het kruis blijft staan tot op tweede Pasen. Grims geeft verder aan dat het geen Logos International aangelegenheid is, maar een interkerkelijke proclamatie. Grims nodigt daarom de hele Surinaamse gemeenschap uit om de proclamatie bij te wonen. En normaal is het zo dat we op tweede Pasen geen diensten hebben. Dus de bedoeling is dat we allemaal, het lichaam van Christus, ons begeven naar het Onafhankelijkheidsplein. Om in het openbaar bekend te maken die kracht van het kruis. Die interkerkelijke proclamatie is maandag. We beginnen om 8:00 en we gaan door tot 12:00. En daarna wordt het kruis dus verplaatst. De totale bevolking is uitgenodigd om hier te zijn. En zeker ook het lichaam van Christus. Wij die al begrepen hebben wat Christus heeft gedaan voor ons aan het kruis, maar omdat we ons ervan bewust zijn dat het niet voor ons alleen is, dat elk mens daar recht op heeft, daarom nodigen we iedereen uit om hier te zijn. Het is geen Logos aangelegenheid, het is een interkerkelijke proclamatie, dus de totale bevolking wordt uitgenodigd om hier te zijn. Andra Grims, lid van de Logos International Gemeente. De gemeente heeft een groot houten kruis op het Onafhankelijkheidsplein geplaatst in verband met de paasdagen. Het is de eerste keer dat er een kruis is geplaatst op het Onafhankelijkheidsplein.